Op 6 oktober is het Diversity Day, de dag waarop Nederland de kracht van diversiteit en inclusie viert. Daarom ging ik in gesprek op een stormachtige dag met Mariette Hamer, voorzitter van de SER, de belangrijkste adviesraad voor de regering over sociaal-economische onderwerpen. Voor deze vrouw is niemand minder. Ze is bij uitstek een exceptionele verbinder. Tja, het is een feit. Deze vrouw ademt de potentie van diversiteit. Na verschillende functies in de Tweede Kamer is ze nu de big boss van de SER. Dit is Mariette Hamer. Mariette, dat mag ik zeggen. Mama, als u kijkt, u heeft mij goed opgevoed. Iedereen gelijk behandelen en met u aanspreken. Maar ik mag van Mariette gewoon je zeggen. Liever wel, ja. Wat betekent voor jou diversiteit? Ja, dat betekent eigenlijk dat je zorgt dat iedereen tot zijn recht kan komen. En dat we het met elkaar doen en dat iedereen ook zijn eigen talent kan ontwikkelen. En dat vind ik heel belangrijk. Dat heeft ook eigenlijk wel met mijn jeugd te maken. Ik heb een broer die autistisch is, stille autist, dus die is heel rustig. En die kreeg in zijn schooltijd een rapport en dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Waarin hij een 0 voor gedrag, een 0 voor vlijt en een 0 voor nog iets, dat ben ik even kwijt, kreeg. En dat betekende dat hij niet gezien werd. En waarom was dat? Omdat hij zich niet dorst te uiten. En nou ja, toen was ik nog heel jong, want mijn broer is ouder dan ik. En toen dacht ik, nou, dat gaat nooit meer gebeuren. Dat mensen zo niet gezien worden. Daar heb ik volgens mij wel een beetje mijn levenswerk van gemaakt. Heb je wel eens een vreemde eend in de bijt gevoeld? En dat het je belemmerd heeft in je ontwikkeling? Nou, ik heb natuurlijk wel heel vaak in situaties gezeten waarin ik de enige vrouw was. En zeker in de periode dat ik mezelf ook nog aan het ontwikkelen was. Ook wel eens eng gevonden dat ik dan iets moest zeggen. En in het begin werd het ook niet altijd heel erg serieus genomen. Dus dan moet je leren om toch gewoon te zeggen wat je wil. En nou ja, naarmate je daar zelf ontspannender in wordt en minder krampachtig, gaan mensen uiteindelijk ook gewoon naar je luisteren. Dus dat heb ik wel moeten leren. Mijn opa die kwam als eerste gastarbeider naar Nederland toe. En mij wordt ook wel eens de vraag gesteld van hoe kan het nou zijn dat jij met iedereen zo chill kan zijn? Ik bedoel, ik chill gewoon met Mariette, maar ik chill ook met de boys uit de buurt. Weet je, dat kan gewoon. Yeah. Maar hoe kan dat nou eigenlijk? Mijn opa die is dus hier naartoe gekomen en die heeft heel bewust gekozen om in een wijk te gaan wonen waar niet heel veel Marokkaanse gastarbeiders waren. Met de wijsheid van zij moeten wennen aan ons. Yeah. Wij aan hun. Ja. En op het moment dat je dus in een wijk gaat wonen waar alleen maar Marokkaanse gastarbeiders wonen, dan krijg je dus afstand. En die afstand gaat ervoor zorgen, als er dan een keer iets gebeurt, dat je nog verder uit elkaar gaat. Ja, dus je moet eigenlijk door elkaar heen de dingen doen. En dat wordt het ook gewoon. Mijn dochter heeft zelf hier in Rotterdam, waar we nu zijn, Kuip achter ons, op de theaterschool gezeten. En daar zaten ook kinderen van allerlei achtergronden. Ja. En dat is wel mooi, want zij zegt zelf altijd, ja, weet je, we waren allemaal heel verschillend. Maar één ding bond ons en dat was die liefde voor theater. En dat is denk ik veel belangrijker, dat gezamenlijke, in dit geval theater, kan ook voetbal zijn. Ja. Wat je bindt dan wat je verschil is. En dan is het leuk, want dan kun je van elkaar leren. En denk je, jij doet het zo en dit brengt jouw cultuur mee en dit de mijne. En de meerwaarde daarvan zien, dat is heel belangrijk. Wat wel apart was, je hebt natuurlijk cultuurverschillen. Ja. Marokkaanse gezinnen, als je binnenkomt, maakt niet uit wat het eten is. Als iemand ongevraagd of per ongeluk binnenloopt, dan wordt er gewoon gegeten. Ja. Maar dan had ik wel eens een vriendje waar ik dan binnen ging spelen. En dan was 6 uur etenstijd. Was ook een bepaalde tijd, hè, tijdgebonden. En dan was het van, hey Soef, wij gaan eten. Ik zeg, oh lekker, wat gaan we eten? Ze zegt, nee, wij gaan eten. Ik ben daar nooit door in de war geraakt, nee, want diezelfde vrouw bracht mij gewoon op afspraak naar de dierentuin, waar ik niet zo vaak kwam. Maar als je dus dan opgroeit zonder dat mee te maken, dan kan je wel gaan nadenken van, wat zijn dat voor rare mensen?
Ja. Weet je, als je die ervaring niet hebt gedeeld, zeg maar. En dat, daarom ben ik heel blij dat mijn opa daarvoor gekozen heeft. Ja. En dat zie ik ook aan alle kinderen, dat wij eigenlijk allemaal met iedereen gewoon super relaxed zijn. Ja. En dan kan je ver komen. Maar ja, tegelijkertijd wel oog open houden voor heel veel gezinnen die dat niet hebben, die een bepaald netwerk hebben. Nou, daarom. En dat bedoel ik met dat delen. En het met elkaar ervoor gaan staan. En dan zie je dus dat je met een heel verschillende achtergrond, hè, met de afkomst van je opa, eerste gastarbeider, ik eigenlijk uit een arbeidersmilieu in Amsterdam, toch gewoon kan worden wat je wil. Ja, en, het is het. Maar alleen je moet het niet in je eentje doen. En dat vind ik zo belangrijk van, zeg maar, wat we nu bij de SER aan het opzetten zijn. Ja. Is dat we eigenlijk zeggen, laten we nou zorgen dat de mensen die die stappen al hebben gezet, dat die anderen meenemen om ook die stappen te kunnen zetten. Ik kom uit Rotterdam-Zuid, een van de armste wijken van Nederland. En je ziet echt wel om je heen dat veel jongeren met Marokkaanse achtergrond, Antilliaanse achtergrond, dat ze het heel moeilijk hebben. En als er dan ook nog eens vanuit de politiek wordt geroepen, enkel alleen maar de percentage van hoe vaak dat soort jongeren in aanraking komen met justitie, zonder de context. Ja. Ik zocht wel naar een soort van, moet mensen ook een perspectief geven. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, dat willen we bij een Sociaal-Economische Raad ook gaan doen, dat we niet alleen laten zien wat niet goed gaat, maar juist ook de rolmodellen willen laten zien die het wel goed doen. Ja. Want daar kunnen jongeren zich aan optrekken. Als je alleen maar meekrijgt wat niet kan, dan ga je ook daarin opgesloten voelen. En ik denk dat het heel belangrijk wordt dat we juist de komende jaren gaan laten zien dat het wel kan. En er zijn zoveel jongeren met talent. Kijk maar naar de middelbare scholen. Kijk maar naar hoe meisjes het daar zijn gaan doen, veel beter dan vroeger. Nou, dan moeten we ook zorgen dat ze het werk krijgen en dat ze carrière kunnen maken. Diversiteit is niet alleen fair, het is ook effectief. Ja, er is veel onderzoek naar gedaan. En we zien dat bedrijven die meer diversiteit hebben, dat die gewoon betere resultaten halen. Omdat mensen zich daar prettig voelen, omdat de verschillen tussen mensen en ideeën, die de verschillende achtergronden meebrengen, die zorgen voor creativiteit. En de cultuur is over het algemeen wat vriendelijker in een bedrijf wat divers is. En dat levert allemaal meer productie op. Dus wij zeggen vanuit de SER ook tegen het bedrijfsleven, doe het nou, want je hebt er alleen maar mee te winnen. Denk je dat Nederland klaar is om de kracht van diversiteit te benutten? Meer dan een paar jaar, dan een poosje geleden. Ik denk dat als ik kijk naar de nieuwe generatie, ik heb zelf een dochter van 21. En als ik kijk naar haar generatie, dan zie ik, zij is echt opgegroeid met allerlei kleur, man, vrouw, noem het maar op. En ik vind hun generatie er erg voor openstaan om het met elkaar te doen. Ja. En ik denk dat deze tijd ook leert, ook door corona, dat jonge mensen heel belangrijk zijn. Er is een advies vanuit de SER, diversiteit in de top, tijd voor versnelling. Ja, precies. Dat er in ieder geval verplicht wordt om 30% van de raden van commissarissen dat vrouwen zijn. Ja. Maar volgens mij is het meer dan dat. Ja, het gaat over veel meer. Hè. Dus dat is natuurlijk veel in het nieuws geweest, omdat dat verplicht wordt. En het duurt al heel erg lang voordat die vrouwen, zeg maar, die plaatsen krijgen. Dus nu gelukkig heeft de hele politiek gezegd, op initiatief van een advies van de SER, we gaan dat nu echt doen. Maar daaronder, ja, als je voordat je aan de top bent, is het natuurlijk een lange weg te gaan voor iedereen. Mm-hmm. En je wilt dus dat op al die plekken daar naartoe, zowel vrouwen, maar ook mensen met een andere achtergrond, dat weer iedereen gewoon op zijn talent en op zijn vermogen, dat je die vooruit helpt. En voor de ene zal het aan de top zijn, voor de andere in het midden, voor de andere weer op een andere plek. Dat maakt eigenlijk niet uit. Als je maar je talent kunt benutten en kunt doen, zowel in je dagelijks leven als in je werk, waar je je goed bij voelt. Mede door jouw inspanningen wordt het zelfs in de wet verankerd. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Heel veel praten. Ja, zo werkt het in de politiek. Heel veel praten, mensen overtuigen. En veel medestanders krijgen. En dat was nu heel belangrijk, want bij de SER zitten de werkgevers en de werknemersorganisaties. En ja,
Dat is dat we helpt dan wel als die dat allebei ook zeggen. Mm-hmm. Ja, dan krijg je medestanders. En dan gaat de politiek ook denken, ja, maar ja, als zij het ook zeggen. En het duurt al zo lang. En de samenleving wil het eigenlijk ook. Ja, dan gaat het op een gegeven moment gebeuren. Mariette, jezelf zijn, je zegje kunnen doen, ongeacht wie je bent, dat is niet altijd vanzelfsprekend. Nee. En dat willen we voor elkaar krijgen. Hoe gaan we dat doen? Nou, wat zo mooi is, dat de Tweede Kamer nu aan de Sociaal-Economische Raad heeft gevraagd, is eigenlijk om al die verschillende elementen van diversiteit, mm-hmm. Dus vrouwen aan de top in het bedrijf, mm-hmm. Maar ook zorgen dat er eigenlijk door het hele bedrijfsleven heen, en ik zeg dan, dat moeten we ook doen, bij de ministeries en bij de gemeentes, hè, niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de publieke sector en in de zorg. Mm-hmm. Dat je die diversiteit zo goed hebt. En op alle lagen. En wij gaan nu proberen om eigenlijk mensen een gezicht te geven. En dus er is al een lijst, noem ik het maar even, van hele knappe vrouwen die in die hoge functies kunnen. Maar we willen eigenlijk nu ook een lijst met mensen. Noem maar weer even mensen met kleur, mm-hmm. Die in aanmerking kunnen komen voor hogere functies. We willen gaan bedrijven gaan helpen hoe je naar een cultuur komt waarin het goed is om met die verschillen te werken. Mm-hmm. Daar weten we al veel over, dus dat willen we gaan verspreiden. Mm-hmm. En we willen echt, ja, ik noem het maar even, netwerken maken waarin mensen die stappen zetten van allerlei verschillende achtergronden, vrouwen, mannen, mensen met een kleur, elkaar ook gaan helpen om die stap te zetten. En dan doe je eigenlijk op alle niveaus doe je werk. Je krijgt zo meteen een sterretje, dat doe je aan. En zolang het sterretje brandt, brand je helemaal los vanuit je hart wat je dan voor je ziet over, laten we zeggen, 10 jaar. Nou ja, wat we hopen dat over 10 jaar is gebeurd, is dat het eigenlijk niet meer uitmaakt wat je achtergrond is, of je man of vrouw bent, waar je opgegroeid bent, maar dat je op basis van je talent kan doen wat goed bij je past. En dat iedereen kan worden wat hij wil. Dat is denk ik eigenlijk het belangrijkste als mens, maar ook in je werk, in je gezin, dat je gewoon jezelf kan zijn. En dat in de samenleving een waarde is waar we allemaal heel veel belang aan hechten. Ja, dat sterretje is nog niet op, maar dat is eigenlijk wel waar ik voor zou willen gaan. En met elkaar daar heel hard aan te werken. En nou is die uit.